ben Marcel Luske, ik ben 59 jaar oud. En mijn beroep is vrij veelzijdig als ambassadeur in de pokerindustrie. Dus naast het spelen is het niet alleen je moet winnen of je verliest, maar het is meer bezig zijn met de regels, de wetgeving in diverse landen, het ondersteunen van casino's die pokertoernooien opzetten, informatie geven voor beginnende spelers, ook om toch wel mensen te helpen om het te begrijpen. We komen uit een grote familie. Dan was kaarten vroeger normaal in de familie. Dan werd er gespeeld af en toe met snoepjes. Grote familie, vriendjes en vriendjes kwamen mee en er werd een zondagmiddag een grote pan soep en er werd ook een beetje gekaart, boerenporten, 21 zwikkaarten jagen. En poker is eigenlijk heel sporadisch gespeeld, totdat ik er later mee te maken kreeg. En dan keek ik zo naar het spel, het intrigeerde me natuurlijk. En de beweging was natuurlijk niet zo moeilijk omdat ik klaviassen kon, heel goed. Dus omdat ik die kansberekening kon omzetten in mijn voordeel, was ik natuurlijk heel goed in het pokeren, maar ik was eigenlijk meer goed in de mathematiek die erachter zat. Met poker is het zo dat de regels moeten goed zijn voor iedereen. Als jij internationale speler bent of gewoon een beoefenaar van poker, dan wil je eigenlijk graag met één set regels spelen. Dus die heb ik samen met iemand geschreven uit Amerika. Dit is de kennis van spelers die zich samen een vuist maken en die zeggen gewoon, jongens, er zijn bepaalde dingen waar je aan moet houden. En als dat niet gebeurt, dan moeten we daar een regel voor hebben. En bij iedereen is die regel dan ongeveer anders. Dat wil niet zeggen dat de regels slecht zijn, maar de regels zijn anders. En als speler zijnde ben je onderweg, dan zou je iedere keer al die regels van dat lokale evenement moeten leren. En dat kan anders. Spelers hebben recht op één set regels, die wereldwijd geldt. En dan schrijf je die uit. En die zijn getoetst aan de hand van 10.000 spelers die je vraagt, of 100 spelers die je vraagt, mensen uit het circuit. En dan kom je erachter dat 95% zegt, nou, we willen eigenlijk gewoon uit die keuze die we hebben, deze regel, want die is het makkelijkst voor iedereen. Dus ze hebben in Amerika, in de Bellagio, gebruiken ze de internationale regels. Waar ik heel trots op ben, die ik geschreven heb. Toekomstplannen is erg gezond blijven. Gezondheid is heel belangrijk. Proberen om toch wat meer te betekenen voor mijn familie, mijn kinderen natuurlijk, mijn vrouw. Nog wel een paar successen neerzetten. Dat hoeft niet alleen te zijn in de vorm van het winnen van de wereldkampioenschappen, want die zijn er altijd en dat is natuurlijk hoog gegrepen. Doe er steeds aan mee natuurlijk. Maar de plannen zijn natuurlijk om te werken aan de projecten waar ik aan begonnen ben. Ik ga eerder als streamen. Dat betekent als ik speel voor PokerStars online dat ik camera erop zet en dat ik laat zien wat ik aan het doen ben. De tafel, maar dat je me ook kan chatten. En voor de rest, ja, ik wil ook natuurlijk genieten. Want naast poker is er nog een hele wereld om je heen met mooie dingen. Dus ik hou van lekker eten, mooie landen bezoeken en dan succesvol zijn in hetgeen wat je doet. I had to meet you here today. There's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what deep down was so wrong. Please, darling, don't you cry. Let's just kiss and say goodbye.